Goedemorgen, leerlingen van Lico 2. Het is een eer om vandaag hier te mogen zijn om een starting te geven van de verkiezingen van de Jeugdraad Suriname. Het worden historische verkiezingen, omdat er voor het eerst in Suriname digitaal gekozen zal worden. Ik wil jullie allemaal oproepen om jullie stem uit te brengen, omdat het toch wel van belang is dat jongeren zich laten vertegenwoordigen in de Jeugdraad Suriname, zodat ze hun issues en zaken die ze hun bezighouden naar voren kunnen brengen. Het is nu 7:00, dus ik wil nu een startsein geven voor de verkiezingen van de Jeugdraad Suriname. En ik deel dan direct mede dat jullie tot 6:00 hedenmiddag de tijd hebben om jullie stem uit te brengen. Nogmaals, stem. Maak gebruik van het recht om te stemmen, zodat jullie je eigen jeugdvertegenwoordigers kunnen kiezen. 1 juni is er op het Ewald P. Meijer Lyceum het startsein gegeven van de landelijke online verkiezing van de Jeugdraad Suriname. Jongeren tussen 12 en 25 jaar worden in de gelegenheid gesteld om hun stem via mobiel of computer uit te brengen op de kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld voor de Jeugdraad. De uitslag van de verkiezing wordt later op de dag bekendgemaakt door de verkiezingscommissie op het ministerie van Financiën en Planning. Minister McEndrew, u heeft daarnet het startsein gegeven hier voor de jeugdraadverkiezingen op Lyceum 2. Waarom heeft u voor deze school gekozen? Wel, we hebben voor deze school gekozen omdat het in principe in de buurt is van het ministerie. En we weten ook dat er twee kandidaten voor de jeugdraad op deze school zijn. Dus vandaar dat we dachten dat het toch wel goed was om hier te komen om het startsein te geven. Wel, de verwachting is dat er ongeveer 25-30% van de jongeren of de kiezers gebruik zal maken van hun recht om te stemmen. Dat is in lijn met de percentages die in de tijd zijn behaald bij eerdere verkiezingen voor jeugdvertegenwoordigers. Het gaat zelden zie je dat het omhoog gaat. Het blijft villa toch wel op een gelijksoortig percentage. Dus we hopen op die 30%. Als er meer komt, zijn we uiteraard dik tevreden. Omdat we toch wel de nodige stappen hebben ondernomen om de jongeren op te roepen. Om hun stem uit te brengen vandaag. Nou, het was een hele experience om het zo te zeggen. Er waren dagen waarop ik echt zat en ik dacht van, maar wat doe je eigenlijk? Wat denk je dat je doet en zo? Maar uiteindelijk bij de juiste motivatie en de juiste mensen om je heen, om me heen, om het zo te zeggen, ben ik verder gegaan en ik heb mezelf gehouden als kandidaat. Ik heb gewerkt met een groep, ik heb online propaganda gemaakt, een beetje op scholen, maar het meest online. En het was wel een hele experience, zoals ik eerder zei, waarbij je soms ups en downs had. Maar dan denk je zelf soms gewoon als jong persoon van, maar daar, wat als ik het niet haal? Dat is punt 1. Punt 2 zijn al de andere dingen die bij komen kijken. Maar het was een experience dat ik word het stel, omdat het altijd gaat om de jonge mensen bij mij. Oké, ten eerste hou ik me al jaren bezig met het jeugdwerk. Bijvoorbeeld, jaren terug was ik op het programma Kruto. Ik doe mee aan het programma Archimie, het zijn debatprogramma's. En eigenlijk was ik zo'n beetje bekend qua het jeugdgebeuren. En toen ik op de Mulo-school zat, zei de leerkracht me altijd, zeg maar, als je ooit jeugdparlementariër of zo is, hoe kan je het worden, weet je? En ik dacht daar en ik dacht van, ik neem het mee. En dat heeft eigenlijk ook me eigenlijk gemotiveerd om te zeggen, laat me meedoen, laat me hetgeen wat ik doe al doe, let me do it country-wise. Laat me het landelijk doen voor alle jonge mensen in Suriname. Oké, heel mooi. Dus de motivatie van een leerkracht speelt een hele grote rol bij jou. Absoluut, absoluut, absoluut. We onderschatten het als jonge mensen. Maar soms als bepaalde leerkrachten woorden uitspreken in je leven. Je ziet het misschien vanzelf spreken, maar soms is het een indicatie van hetgeen dat in de toekomst zal gebeuren. Dus die mening ben ik wel toegedaan.